Hallo allemaal. Vandaag is de dag van de noot. Ja, noot. Hoe teken je nou een noot? Ja, er zijn verschillende noten natuurlijk. Muzieknoten, nootjes die je kan eten, borrelnootjes. Nou ja, goed. Laten we eens een noot tekenen of verschillende noten. Doe je mee? Ja, een noot tekenen. Nou, laten we eens beginnen met de bekendste noot. Tenminste, als we het over een noot hebben, dan denk ik eigenlijk altijd gelijk aan een walnoot. In ieder geval zo'n vrij harde bast. En die is een beetje... Zo, dat is misschien niet helemaal een juiste walnoot. Maar een beetje zo'n puntje. En dan heeft hij allemaal van die rimpeltjes, zeg maar. Zo. Ik maar weer even wat schaduw erbij doen. Zo. En hier zit dan... Dan mag er echt wel zo'n beetje onder die schaduw. Hier kan je die balnoot mooi door midden maken, zeg maar. Zo. Nou, even een beetje schaduw erbij. Zo, we kunnen hier natuurlijk ook nog wel wat schaduw aangeven, zo. Nou, een walnoot. Walnoot doorsneden, ja, die kan je ook nog tekenen. Hier gewoon een beetje naast zo. Aan de binnenkant van die bast. Zo. Ja, en daar zit daar dan dat nootje in. En ik vind dat altijd een beetje op hersenen lijken. Ja, misschien weer een gekke gedachtenkronkel van mij. Maar goed. Ik vind dat altijd een beetje... Zo. Ook nog zo'n. En aan de andere kant, de andere helft. Het is altijd in kort compartimenten opgebouwd, zo'n noot van binnen. Zo'n walnoot. Nou, ik denk dat ik een beetje aardig zo heb weergegeven. Ik zie wel dat ik zo even een andere stift moet gaan pakken, want deze is een beetje op aan het raken. Zo, dan hebben we zeg maar de binnenkant van de walnoot. Hier nog een stukje aan de buitenkant. Zo. Nog maar schaduw bijgeven, zo. Nou, een walnoot. Ja, we hebben natuurlijk nog meer noten, hè. Kijk, ik ken allemaal deze. Ik denk dat ze hier aantekenen. Lijkt wel een rozijnenpit. Of een druivenpit. Nee, deze noot. Muzieknoot. Nou, die hebben we al een keer getekend, muzieknoten. Maar we kunnen ze gewoon nog eventjes nog een keer tekenen. Zo. Dan zetten we hier twee aan elkaar. Zo. Ja, dat is duidelijk een muzieknoot. Ja, hier heb je ook nog dat ze niet verbonden zijn, maar wel een vlaggetje hebben. En dat ziet er dan zo ongeveer uit. Zo. Nou, je hebt natuurlijk nog meer noten. Hè? Wat denk je van bijvoorbeeld de cashewnoot? Dat zijn altijd net halve maandjes, vind ik zo. Zo'n cashewnoot. Ik vind die trouwens wel ontzettend lekker, cashewnoten. Cashewnoten, ja. En amandel. Vergelijk ik een oog wel eens mee met een amandel. Een amandelnoot. Ja, hazelnoten. Ja, dan weer een beetje zo.
Zo. Goed, hazelnoot. Wat heb je nog meer? Nou goed, ik heb er nu een aantal getekend. Ik daag jou ook uit. Ga gewoon een, wat noten tekenen. Zoek eens wat plaatjes op van noten. Of misschien heb je thuis al noten liggen in een schaaltje. En probeer die eens na te tekenen. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.